Ben je ouderen en woon je in Amsterdam, dan krijg je, als het aan D66 in die stad ligt, 10.000 euro om te verhuizen uit je grote huis. En dat lees het deze ochtend in de Telegraaf. De gemeente moet dus flink de knip gaan trekken om ouderen die groot wonen te verleiden om te verhuizen. En het idee is om op die manier woningen vrij te maken voor gezinnen. De stad die telt nu zo'n 8500 kleine huishoudens die te groot wonen, tussen haakjes. Ja, dat is dan onderzocht door de gemeente, blijkt uit een inventarisatie. En de senioren die kunnen dan naar nieuw te bouwen seniorenwoningen voor hun oude huurprijs. Voorwaarde is wel dat de achtergelaten woning tenminste 4 kamers heeft. En het voorstel is wel opmerkelijk, omdat ouderen eerst natuurlijk gestimuleerd werden om juist thuis te blijven wonen in plaats van richting een bejaardentehuis te gaan. Raadslid Van Danzicht van D66 die zegt dat we het niet moeten zien als een soort oprotpremie. Het is niet bedoeld om de senioren hun woning uit te jagen, zo lees je in de Telegraaf. 10.000 euro. Wat vindt u van dit plan? Het gaat toch niet werken, denk ik. Probeer jezelf eens voor te stellen of je dat gaat doen. Je woont fijn, je krijgt 10.000 euro. En er moet ook eens goed aanbod zijn. En er moet een goed aanbod zijn. En dan ga je naar een of andere seniorenwoning waar je misschien niet wil zitten. Nou, ik moet echt zien of dit gaat werken. Die 10.000 euro zou ze dan daar niet mee op je streep trekken? Ik denk het niet. Of je moet heel erg verschrikkelijk rap zitten. Maar anders gaat het toch niet werken. Nou, als je toch al denk twijfelt. Ik vond het wel. Nou ja, misschien als je twijfelt. Je wordt niet gedwongen. Maar als je nou twijfelt en je denkt, nou, ik ga eens kijken wat het alternatief dan is. Dan kan die 10.000 euro misschien net... Nou ja, misschien voor een hele kleine groep. Maar dit gaat toch niet voor een hele grote groep werken. Daar los je toch het probleem niet meer op. U woont in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam. Is dit een oplossing voor dat gigantische woningprobleem? Nou ja, kijk, de woningnood is groot daar. En ik weet dat ook mijn eigen partij heel erg inzet op bouwen. Zeker ook voor starters. En zorgen dat die doorstroom komt. En misschien kunnen creatieve oplossingen zoals zo'n bonus, verhuisbonus, inderdaad voor een stukje doorstroom zorgen. U heeft dus wel oren naar. Maar nou, ik ben het met de heer Van Wijk eens dat uiteindelijk maakt ieder... Of de wijk, sorry. sorry. Maakt ieder zijn eigen afwegingen. En mensen die misschien al het plan hadden om kleiner te gaan wonen, die denken, nou, dan incasseer ik die 10.000 euro en ga ik verhuizen. Maar als je happy bent in het huis waar je woont, ja, dan denk ik niet dat je gaat verkassen.